Daar, op pad gaan we naar beneden. Lekker, mooi, de kloof in. Oh, dat is zo schitterend dit. Hey allemaal. Nou, het leek me weer leuk om een keertje jullie mee te nemen. En jullie laten zien wat ik mee bezig ben. Het heeft een tijdje geduurd. Want ja, ondertussen ben ik dus aan het werk. En ja, het is natuurlijk niet zo heel erg interessant om mijn kantoorleven te laten zien. Maar deze twee weken gaat er iets leuks gebeuren. Ik ga weer een mountainbikevakantie organiseren. En ik ben nu al in Ronda. En ik ga de trails ontdekken. En ik heb een nieuwe fiets bij me. Mijn eerste keer dat ik een echte nieuwe fiets samenstel. Hoor je de vogeltjes fluiten? Kijk nou hoe mooi het hier is. Eigenlijk voel ik me wel een beetje een toeristengids. Ik ben hier de mooiste plekjes aan het zoeken waar ik met al mijn gasten heen kan gaan. En ik heb nu weer een weggetje. Ik weet niet waar het uit gaat komen, maar deze gaat absoluut in zitten. Kijk, en ik ben altijd iemand natuurlijk die alleen op pad gaat. Ook gewoon, ik draai gewoon zomaar paadjes in. Dat ik denk, oh, dat zal misschien wel een leuk pad zijn. En dan kom je op hele speciale plekken. Eigenwijs dat ik ben. Rijk omlaag. Best wel een mooie afdaling. Heel mooi eigenlijk. Maar dan kan je nergens meer heen, dus moet je ook weer omhoog. Ja, een afdaling die omlaag komt, kan je vaak niet fietsen. Ik rijd met mijn stuur overal tegenaan. Hoe breed is jullie stuur? Ik heb het idee dat deze iets te breed is. Oh, en deze lammetje is ongelooflijk. Check deze man. Nou, volgens mij zijn jullie heel erg blij dat jullie vandaag niet met mij op pad zijn geweest. Want ik kom vanaf daar. Jullie zien het spoor wellicht. Dus jullie zien het al. Ik ben gewoon recht omlaag gereden. Daar gaan we. Terug omhoog. Ik moet wel aan mezelf lachen. Dus ben ik alleen op pad. En ik heb gewoon zoveel lol zelf in mijn eentje. Maar weet je, als ik met gasten op pad ben, doe ik zulke dingetjes niet. Dan hou ik maar aan mijn route. Dan weten de gidsen ook waar we heen moeten. Misschien is dat niet altijd even handig dat ik dit alleen doe. Niemand weet waar ik ben. En... maar ja, ach, ik vertrouw op mezelf en op mijn techniek en op mijn vuurpijlen die ik bij heb als er iets mag gebeuren. Dit is trouwens de eerste keer dat ik in het buitenland aan het fietsen ben zonder trainerschema. Kijk, zelfs geen tellertje bij me. I love it.